Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Agrariërs Samaka gebied krijgen financiële ondersteuning van VN. Regering wil landbouwsector naar hoger niveau tillen. Shaquille van Sichem ziet droom bewaarheid worden. Regering en Ravaksuur bespreken financieel-economische situatie. En Pek Fung Chong beëdigt tot Surinames ambassadeur voor China. Agrariërs van het Samaka gebied hebben van de VN Voedsel- en Landbouworganisatie, FAO, een financiële ondersteuning gekregen. Het gaat om een bedrag van $300.000, waarvoor de coöperatieve vereniging Samaka Wosu in aanmerking is gekomen. Deze ondersteuning valt binnen het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP. De schenkingsovereenkomst is op zaterdag 10 december getekend te Assiniboine. Het is een project welke gefinancierd wordt door de Europese Unie. En de FAO is de partij welke ons helpt met de uitvoering. En in dat kader zijn we vandaag hier. Dus wij hopen hiermee de agrarische sector hier een boost te geven. En omdat ieder hier van landbouw een leeft. Hier in deze gebied heb je, of in dit gebied heb je geen goudwinning. We proberen het zo schoon mogelijk te houden daardoor. Maar dan moet je die mensen wel de kans bieden om zich economisch sterker te maken. Het komt vanuit de coöperatie. We hebben een coöperatie. Dat een coöperatieve vereniging Samaka Wosu heet. En die coöperatie is tot stand gekomen na de eerste Grand Cru, waarbij wij unaniem eens met elkaar waren dat ontwikkeling in het binnenland pas tot stand kan komen als voedselzekerheid in place is. Dus behalve de andere sectoren in de ontwikkeling moeten we dus eerst beginnen met zekerheid stellen van onze voedselvoorziening. Dus daaruit is het idee gekomen. En het is allemaal machinerieën die gekocht worden voor de gemeenschap hier. Verwerkingsmachines en ook faciliteiten, tenminste een equipment voor de, om de export te helpen bevorderen. Dus het zijn allemaal zaken die dan meegenomen worden binnen zo'n project. Je ziet het, de gemeenschap is erg blij ermee. Het is een hele happening hier natuurlijk. En vooral geeft het bedrag. Hierbovenop komt nog dat een LVV zelf een jaar geleden een graafmachine had beloofd aan de gemeenschap hier. Is inmiddels ook al aangekocht en die gaat binnenkort ook overgedragen worden. I'm really happy to be in this community where we are meeting with the indigenous peoples who have been requesting of the FAO through the SAMAP some technical assistance as individuals and as groups under the matching grant facility. And I'm happy this morning that we have been able to sign off on a large grant that is estimated at just over $202,000 that will assist in the processing of cassava and oils, that will also assist the cooperative in being able to produce a greater volume of the processed product fruits and juices that they currently do. And we are hoping that this is only a start in terms of building the partnerships in this community so that we can increase the income earning capacity of the people and to ensure that no one is left behind. De regering is vast van plan de landbouwsector naar een hoger niveau te tillen. Om zover te komen zullen uitdagingen in de sector aangepakt worden.
De aanpak moet leiden tot een effectieve en milieuvriendelijke wijze van landbouw. Het moet tevens resulteren in export van gewassen die aan internationale standaarden voldoen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op zaterdag 10 december een groep deskundigen met deze missie belast. We zitten nu al 2 jaar in de regering en wij moeten nu, natuurlijk is het tijd dat wij in 2 jaar tijd nu ook kijken naar de agrarische sector. Er is bitter weinig nog gedaan en wij moeten dat gaan trekken, helpen trekken. En wij zullen als team werkgroepen in het leven roepen en proberen om zoveel mogelijk te gaan exporteren in plaats van te importeren. Aan welke producten wordt er gedacht op korte termijn? Op korte termijn, we willen bijvoorbeeld cassave teelt. We willen gaan bevorderen. We willen bijvoorbeeld ook kijken naar landbouwgewassen die op korte termijn geëxporteerd kunnen worden. De vraag is groot, binnen de CARICOM, maar ook in Europa. En er zijn afspraken lopen, bijvoorbeeld met Nederland. En er zijn ook fondsen ter beschikking gesteld, ook door Nederland. Maar we moeten dan goede afspraken gaan maken, zoals we de fondsen ook hier kregen. Men praat over een bedrag van meer dan 10 miljoen, dat we gelijk kunnen stoppen in het sector. Is er al gekeken naar het aspect van de leveranciers, degene die zullen moeten telen en dan de gewassen moeten aanleveren en ook dat aspect van verwerken? Ja, laat mij zeggen, wij als groep hebben gesproken met de boeren, die zijn enthousiast, die willen werken. Er zijn al MU's getekend met de boeren. We hebben al gesproken met het ministerie van LVV en met importeurs, met exporteurs en er zijn lopende afspraken gemaakt. En u sprak over de regio. Zijn er welke afzetmarkten zijn tot nu toe geïdentificeerd binnen de regio? En hoe staat het met het logistiek gedeelte? We weten dat de afgelopen tijd transport een enorme uitdaging is geweest binnen de regio. Zijn er al daarvoor oplossingen? Ja, als ik praat over de regio, kijk Barbados, die vraag, die zegt stuur alles naar mij, want ze hebben een tekort aan voedsel. En transport is ook geen probleem meer. We zien dat wat mensen in de private sector al vliegtuigen hebben gehaald. Eentje staat bezig met een vrachtschip. Dus die zijn er om te vliegen binnen de regio. Dus er is nu voor ons genoeg werk om dat zo snel als mogelijk op gang te brengen. Wat voor voordelen zal dit op kort termijn en lang termijn brengen voor Suriname? Wanneer we de vorderingen merken op het gebied van de projecten die tot stand zullen komen op agrarisch gebied? Nou, vorderingen, er valt genoeg te verdienen. En ten tweede, we gaan dan minder moeten importeren. En we gaan dan op een gegeven moment meer exporteren. Wat ook eigenlijk een wens is van de regering. Dat we op een gegeven moment meer gaan exporteren. Want er zijn genoeg gronden hier beschikbaar. De staat heeft bijkans nu volgens mij al 20 of 30 hectare ter beschikking gesteld. We zien dat Saramaka, dat Chinezen al begonnen zijn met het planten van fruit en mais, etc. En dat moet dan gaan bevorderen dat meer mensen komen. Ook lokale burgers die gaan planten straks. Is er ook gekeken naar het aspect van jonge ondernemers die willen starten, maar misschien nog niet over een stukje landbouwterrein beschikken? Hoe zal daarmee omgegaan worden? Ja, zeker. Er zijn fondsen beschikbaar. Ook dat willen gaan stimuleren. Mensen die een claim willen beginnen, we gaan ze begeleiden. En onder begeleiding kom je aanmerking voor het kapitaal, startkapitaal. En als je een goed plan hebt die je moet indienen, zullen we je met de nodige expertise en kennis begeleiden om zodoende groter te worden. En voor zij die nog niet beschikken misschien over een stukje landbouwgrond, maar graag de agrarische sector in willen gaan om een bijdrage te leveren? Dat is ook mogelijk. Ik zei het al eerder, de staat heeft daar op Saramaka gronden ter beschikking gesteld. Kom, meld u aan en wij gaan u dan de ruimte geven om te mogen planten. De Surinaamse MMA-vechter Shakil van Sichem heeft begin december beslag gelegd op de amateurwereldtitel in het lichtgewicht van Rice, FC International. Van Sichem steekt in gesprek met de communicatiedienst Suriname zijn blijdschap niet onder stoelen of banken. World champion. Voor MMA, het is
Ja. Ik wilde allang een bel, dat is nummer 1. En ik had al 2 jaar terug, had ik dus een t-shirt. Dat zei Future World Champion. En nu kan ik dat gewoon wegschrappen, omdat dat gewoon eindelijk zo is. Dus kortom, een target bereikt. Super blij en ik heb een belt. Ik wilde allang een belt. Dat is echt mijn vrouw nu. Ja, ja. Heel mooi, mooi. Maar hoe heb je jezelf zo ver gekregen? Wat heb je allemaal gedaan om deze overwinning te behalen? Oh, het is... Ik kan het tot een verhaal van 3 dagen maken. Maar ik zal het in 5 punten doen, omdat er veel is gedaan. Dat traject is gestart in... om volledig MMA te doen in 2019. Yeah. Daarna was het... Ik studeerde in België. Ik ben teruggekomen naar Suriname omdat ik dat fulltime wilde doen. Ik doe het ook fulltime. Het was struggelen om fulltime te trainen, want ik moest sponsors vinden. Dat is uiteindelijk gelukt. Ik heb een Surinaams paspoort. Ik ben Surinamer, dus ik ging... Met alle visa-issues van die iedereen ook heeft, heb ik trainingskampen betaald uit eigen zak, de sponsors. De wedstrijden zijn niet gelukt, het is wel gelukt en daarna een traject uitgestippeld. Ik heb een gym gevonden in Miami. Dit allemaal over een periode van toen naar nu. Yeah. Ik heb daarna 3 wedstrijden gedraaid voor deze, teruggekomen naar Miami. Want ik ging op en neer, Miami, Europa, Miami, Nederland. Omdat ik niet te lang in die landen kan blijven. En het was hustelen. Daarnaast moet je ook gewoon goed zijn. Dus trainen. Keihard getraind. Veel geofferd. Heel veel geofferd. En mijn title shot is gekomen. 3 december. En die match zelf. Gewoon gedomineerd. Like alle harde werk heeft echt beloond. Echt beloond. Zo is het eraan toegegaan, in een nutshell. In een nutshell. Ja. Maar specifiek, wat heb je allemaal moeten doorstaan? Dus nu lijkt het allemaal niet zo erg, maar bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld een lijst van 120 bedrijven benaderd en ik had toen 13 sponsors, dus ik heb 100 keer nee moeten horen. En je moet dat gewoon mentaal. Het moet je niet demotiveren. Het was no offense. Business is business. Dat is 1. Vanuit Suriname, als je komt van ik ga wereldkampioen worden over 2 jaar. Dat niemand het gelooft. Omdat gewoon hoe we over sport denken. Want ook, ik neem niemand kwalijk. Dat is ook gewoon. Je moet jezelf echt bewijzen. De financieel-economische situatie, de kosten voor levensonderhoud en de koopkracht van de bevolking. Dit zijn enkele punten waarover de regering en de Raad van Vakcentrales in Suriname Rafaxur recentelijk het hoofd hebben gebogen. Partijen zijn op zaterdag 10 december op het kabinet van de president bij elkaar gekomen. Minister Albert Ramdien spreekt van een constructief onderhoud. Besproken de financiële, de sociaal-economische zaken. Ja, en we hebben zelfs ook gepraat over de politiek-bestuurlijke zaken. Want dat is dus heel erg belangrijk. Alles staat en valt met de politiek, hè, en het politiek-bestuurlijke. En daar hebben we dus ook vrij en open over gesproken. We werken naar een situatie die dus draaglijk is voor de mensen. We gaan wat er jaren fout is gegaan, gaan we niet binnen een gesprek kunnen oplossen. Het is een proces. En wij hebben gezegd,
Wij willen er nog meer bij betrokken worden. Ja, om dus te werken naar een situatie die dus voor iedereen leefbaar is. De president heeft de raadfactuur ontvangen. Het was een heel positief en constructief gesprek, serieus. En er zijn ook, ik wil niet zeggen harde woorden, maar er is openhartig gesproken over een aantal zaken. Ik wil even daar verder op ingaan. Ten eerste over de politiek-bestuurlijke situatie in het land. Verschillende ontwikkelingen die er zijn geweest in de afgelopen dagen. De president heeft daarop zijn zegje gedaan, maar heeft ook toegezegd dat er verder overleg komt met de politieke leiding in het land en raadfactuur. Dus dat zal zeer binnenkort plaatsvinden, inclusief de coalitietop. Dat is één aspect wat een zorgpunt was voor de vakbeweging, omdat er een stukje verwarring ontstond. Daarnaast heeft de raadfactuur aangegeven dat de financiële-economische omstandigheden erg problematisch zijn. Ze vinden dat de armoede toeneemt, dat werkgelegenheid een probleem wordt, dat kleine bedrijven met name toch wel hun uitdagingen hebben en niet in staat zijn te overleven. Dat brengt allemaal problemen met zich mee in termen van inkomsten en werkloosheid. De president heeft daarop zeker gereageerd en ook aangegeven dat we met een traject bezig zijn naar gezondmaking. En in dat traject vinden natuurlijk situaties plaats die niet aangenaam zijn voor de bevolking. Maar dat het wel een noodzakelijk traject is om te komen tot herstel en gezondmaking. Dat is ook wat de vakbeweging wil, een duurzame economische ontwikkeling. Maar op dit moment, nadrukkelijk moet ook aandacht besteed worden, vinden ze, aan de kwestie van koopkracht, de prijzen in de winkels, de verhoging van bepaalde goederen, bijvoorbeeld brandstof, en de effecten daarvan op leefbaarheid. Ik ben blij dat we een kleine drie weken geleden hebben goedgekeurd in de regeringsvergadering onder leiding van de president een sociaal programma. En ik ga daar een beetje meer uitleg over geven. Nou, hoe ziet het sociaal programma eruit? De bedoeling is dat we in januari in ieder geval een eerste start maken met het ondersteunen van een deel van de Surinaamse bevolking voor wat betreft brandstof en mogelijk ook een aantal andere onderdelen, levensmiddelen bijvoorbeeld. En de bedoeling is niet dat ze dat in de hand gaan krijgen. Ze gaan dus een kaart hebben, een soort creditkaart waarop een bepaald bedrag gestort wordt. Pek Fung Chong is de nieuwe Surinaamse ambassadeur voor de Volksrepubliek China. De diplomate is op maandag 12 december in deze functie door president Chandrika Persat Santokhi beëdigd. Het staatshoofd bleef bij dit moment breedvoerig stilstaan bij de relatie tussen Suriname en China. Hij wees de ambassadeur ook op de diplomatieke taak welke haar te wachten staat en wenste Pek Fung Chong succes hierin. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Ja. Ik heb wederom het genoegen om een gedreven vrouw te beëdigen tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur. Ambassadeur Chong Pek Fung. Bij deze beëdiging mag ik u aangeven dat het uw verantwoordelijkheid zal zijn om ons land, onze potentie, als ook de idealen van onze republiek en het bijzonder onze belangen te vertegenwoordigen in de Volksrepubliek China. Met deze bijzondere taak die op uw schouders wordt gelegd, zult u een diplomatie moeten uitvoeren die betrouwbaar, voorspelbaar en innovatief is. U bent genoegzaam bekend met de ontwikkelingsrichting en prioriteiten van ons beleid en van ons geliefd Suriname. De taak is aan mij gegeven, zorg te dragen voor het bevorderen van de strategische coöperatieve samenwerking en versterken van het politiek vertrouwen. U kunt ervan
verzekerd zijn dat ik de daad bij het woord zal voegen en zal zorg dragen voor de uitvoering hiervan. Uiteraard met uw ondersteuning. Tot slot spreek ik in het bijzonder mijn hartgrondige dank uit aan president Chandrika Prasad Santokhi en de regering van Suriname. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.